Ja, dames en heren, een bijzonder goedenavond. Wat goed dat iedereen er is. Echt, wat een half jaar hebben we achter de rug. Ik denk dat jullie het allemaal nog wel weten, hè? Waar jullie gewoon waren toen de commissie Borstlab toch met een mooi advies kwam. Dat stevige kamerdebat over het CETA-verdrag. En vergeet natuurlijk het rapport over het voltooid leven niet. Nee, natuurlijk niet. Maar toen kwam wel natuurlijk dit. 2020 wordt een jaar dat ieder van ons zich een leven lang zal herinneren. Want ik heb vanavond geen gemakkelijke boodschap voor u. Ik snap heel goed hoe jullie je voelen. Dat het coronavirus onder ons is en voorlopig ook onder ons zal blijven. Dit is iets waar we samen doorheen moeten. Samen komen we deze moeilijke periode te boven. Ik reken op u. Ja, samen komen we deze periode vast weer te boven. En daarom zijn we ook super blij dat iedereen ook hier aanwezig is. Dat we gewoon in een zaal staan met ook gewoon mensen. En ook nog kijkers thuis. Dus welkom iedereen. En uiteraard zijn we ook heel blij dat de heren die ook in hele lastige periodes altijd toch de stemming erin weten te houden. Dus dames en heren, een groot applaus voor politiek duider van de NOS, Xander van der Wulp. En ook voor de politieke eindbaas van één vandaag, Joost Vullings. Ja, goedenavond. Goedenavond. Ja, we staan iets verder uit elkaar dan we gewend zijn. Goed uit elkaar, ja. Volgens mij. Hè? Zo, dit. Ja, ja, je weet dat goed. Dat niet altijd goed uitpakt als het niet de normale setting is. Hè? Bijvoorbeeld Veronica Inside. Nee, ja. Dat weet ik. Dus we gaan inderdaad er gewoon ons best voor. We moeten nog iets afspreken met als iemand niest, kucht, hoest. Meteen eruit. In de meteen eruit, hè? Ja. Live testen. Oké. Wat gaan we vanavond? Nou, laten we misschien eens beginnen. Wat was jouw moment van het jaar of van het halfjaar? Ja, dat was toch die persconferentie met Bruno Bruins nog en Arie Slob. Eigenlijk de persconferentie waar de grootste maatregelen werden aangekondigd die ingrijpen op ons leven. Scholen dicht en de horeca per direct dicht. Op zondagavond. Ja, zondagavond. En ik, dat was een persconferentie waar ik bij was. Dan denk je zo, dit is echt een heftige ingreep. En toen liep ik weg daar, op weg naar het plein, want ik moest nog live op de televisie voor één vandaag. Zullen we eerst eens even naar de heren kijken? Zullen we even kijken naar ze? Ja. Laten we kijken. Alle eet- en drinkgelegenheden in Nederland sluiten vanaf 6 uur vandaag de deuren en blijven dus tot en met 6 april gesloten. Vanaf morgen, 16 maart, tot en met 6 april, dus de komende 3 weken, gaat de kinderopvang en de scholen gaan dicht. Ook sport- en fitnessclubs, sauna's, seksclubs en coffeeshops sluiten vanaf 6 uur vandaag en blijven tot en met 6 april dicht. Ja, en dat ging van die seksclubs, dat vond ik een hele aparte toevoeging. Die zag ik niet aankomen. Niet? Nee. Nee, maar en het was ook vooral het ging meteen eigenlijk. Nee, want ik liep dus weg en dan loop je vanaf dus van het ministerie van Justitie, dat ligt dus hierachter, loop je richting het plein en dan loop je langs een Grieks restaurant waar overigens Jan Marijnissen altijd ging eten. Dus dat de Marijnissen schotel staat er nog op het menu. En er zaten mensen te eten en die zwaaiden. En ik echt zo van tik, 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 jullie hebben nog een kwartier om wat naar binnen te werken. Dat is heel raar. En toen liep ik door dat straatje heen. Toen kwam er een jongen aangefietsen. Ah, joh, je moet even kijken in dat andere straatje. Dat is het zijstraatje van het plein. Daar zit een coffeeshop. En daar stond echt een ontzettende rij. Dus dat was op zich hoopgevend dat je ziet dat Blauwend Nederland het nieuws dus echt heel goed volgt. Dat is echt bizar hoe snel ze zich verzameld hadden. Ja. En toen stond ik daar op het plein dus te wachten tot je live gaat. En toen werden achter mij dus die terrassen opgeklapt. En dat is wel een moment dat je denkt, je weet hoe levendig het plein is, hoe groot die terrassen zijn, hoe groot die horecatenten zijn. Ja, en die ondernemers die gaan dan gewoon voor onbepaalde tijd dicht, want dat wisten we niet. En je weet hoeveel omzet aan gedraaid wordt en hoeveel mensen er werken. En dat vond ik wel een heftig idee. Van dit maak je niet vaak mee. Scholen dicht, horeca dicht. Het enige vrolijke was dat de dames die het terras aan het opklappen waren, nog vrolijk naar elkaar riepen van, we mogen de flessen die half open zijn, mogen we opdrinken. Dus dan zie je, dat heeft ook wel weer een voordeel. Maar ik denk dat ze de weken daarna toch wel een flinke kater hadden van het feestje. Ja.
Ja, dat was eigenlijk ook wel het moment dat mij het meest bij is gebleven. Omdat het de grootste impact had, hè, op je kinderen thuis die ineens niet meer naar school konden. Vooral dat, hè? Ja. Nou ja, en dat je dus inderdaad niet meer naar restaurants en cafés kon. Dus toen werd de impact pas echt heel erg duidelijk. Ik heb ook nog een ander moment uitgekozen als we terugblikken op deze maanden. Omdat je daar heel erg ziet dat deze crisis natuurlijk een druk legde op maar een hele kleine groep mensen eigenlijk. Hè. Natuurlijk wel het hele kabinet, maar daarin toch vooral Mark Rutte. Aan het begin Bruno Bruins, daarnaast Jaap van Dissel, Irma Sluis, hè, Hugo de Jonge later. Die kregen allemaal echt, met een heel klein groepje mensen moesten ze gaan bepalen welke kant we met het land op moesten. En die druk die kwam natuurlijk in dit moment denk ik het beste tot uitdrukking. Mijn tweede vraag is. Ik schors de vergadering. Uit de buurt, even. Ja. Meneer Bruins, hoe voelt u zich? Dank u wel. Hoe gaat het met u? Volgens mij de dag daarna al. Ja, en die druk daarna zei hij eerst de volgende s'avonds zei hij, het gaat weer goed. En de volgende ochtend neem een dag rust, of de rest van de week rust. Maar in de loop van de dag, na een bezoek aan de huisarts, werd al vrij snel duidelijk. Toen belde die Mark Rutte van het gaat niet meer. En die schakelde meteen door en die zei, die heeft eigenlijk Hugo de Jonge gewoon gedwongen. Van nu ga jij het doen. En ik moet zeggen, Hugo de Jonge is toen op dat moment er ook wel echt ingestapt. En heeft ook meteen gedacht, ja, dit is mijn moment om te bewijzen op deze plek. Ja, was dat niet al een heel iets logisch wat ging gebeuren? Dat hij sowieso meer. Nou ja, op het ministerie werd het natuurlijk hartstikke druk door deze crisis. Dat zag je aan Bruins al, die altijd een beetje een bijrol had. Maar nu in de weken voorafgaand aan dat het virus echt in Nederland was, al een hele nadrukkelijke rol kreeg. Ja. Die hem uiteindelijk gewoon te veel werd. Omdat dat een minister was die echt zijn werk mee naar huis nam. Hè. Die lag 's nachts wakker van de dingen die hij nog moest gaan regelen. En als je dan bijvoorbeeld naar Mark Rutte kijkt, dan is het toch echt ongelooflijk dat die man met alles wat er op hem afkomt en de kritiek ook die je krijgt in dit soort crisis, dat hij gewoon 's avonds op bed gaat liggen, zijn ogen dicht doet en meteen in slaap valt. Dat is wel echt een gave. Ja. Ja, dat is en ook heel handig. Kijk, voor deze persconferentie waar we het nu over hebben gehad, voor mij, of eigenlijk voor ons en Nieuwsport en Haas College lag het zwaartepunt een paar dagen daarvoor. Toen al werd aangekondigd dat er geen grote evenementen meer gehouden mochten worden. Dus sindsdien hebben we eigenlijk ook helemaal niks meer gedaan. Dus we zijn nu weer voor het eerst überhaupt in een zaal met publiek. Met mensen. Maar heb je dan een paar maanden rust gehad? Ja. Zo zou ik dat niet willen omschrijven. Nee. Heb je wel goed geslapen? Ja. Ja, ben jij ook een soort Mark Rutte? Of nee, mag jij ook een beetje. Ja, ik had er wel enigszins meer een last Bruno van, Bruins. Moet ik toch zeggen. Ja, ja. Nee, dat snap ik. Ik heb niet echt een coronavakantie ervaren. Nou, als je een bureau bent gebaseerd op volle zalen, dan zit dit virus niet echt mee. Nee. Nee, zeker niet. Goed. Kunnen de mensen thuis zien hoe dat publiek hier erbij zit? Ik denk het wel. Ja, want het is echt een heel raar gezicht. Ik heb een beetje het gevoel alsof ik op een soort groepsbruiloft ben. Dat dit allemaal van die paren zijn die op dezelfde datum willen trouwen. Ja. Dat zie je echt een paar ontzettende onverwachte koppen. En dat is één voor één in de echte. We gaan het één voor één. Dat wisten jullie niet, maar dat is de verrassing van deze avond. Ja. Ja, maar goed, het ziet er nog steeds veel beter uit dan bijvoorbeeld geen mensen. Ja, absoluut. Ja, toch? Oké, wat gaan we vanavond doen? We gaan het eerst hebben over corona in Nederland. Maak je een mooie foto even? Ja. Dus van begin januari tot vandaag. Dan gaan we het ook nog hebben over de overheidsfinanciën die opeens iets wat anders zijn dan januari. We hebben het bijvoorbeeld toch vrij een aantal jaar gehad over 1 miljard dividendbelasting. En we zijn nu een kwartaal verder en er is ruim 40 miljard doorheen. Dus het is goed om daarbij stil te staan. Xander heeft geen top 10, maar een top 5. En dan gaan we ook nog vooruitkijken naar Prinsjesdag. En de verkiezingen. Allemaal in een uur. Ja, de verkiezingen, dit duurt natuurlijk nog heel lang, maar het lijkt heel dichtbij al. Maar goed, begin van dit jaar,
Als we nou kijken van januari tot 11 maart, want daarna behandelen we dan het paniekgedeelte of dat er werd doorgepakt. Kan er dan gesproken worden over enige onderschatting van het probleem? Ja. Nou ja, okay. Totale onwetendheid misschien. Ja. Vooral. Dat was een tijd waarin je het niet eens gek vond als er iemand de persconferentie hield met een kleine verkoudheid. Nee. Zal ik dan dat filmpje nu laten zien? Ja, dit was een bruggetje. Let op. Nou, ik zou op dit moment ook koorts hebben, omdat ik een beetje verkouden ben. Meneer Rusk is toch... Ja, verstuur. Van... Betrouwbaar. Mogelijk heel snel. Ja. Wat het kabinet doet, is gewoon... Ja. Dat kon gewoon nog. Niet ingeknipt. En het is dus, was op 11 januari. dus kun je nagaan inderdaad. En dus toen begon het wel langzaam een beetje te spelen. Maar eigenlijk, het duurde gewoon heel lang. Wat hebben ze, we hebben natuurlijk een aantal reconstructies al gezien. Wat is het beeld wat daar naar voren komt? Nou ja, wat ik net zei, denk ik dat als je het in één woord is, die onwetendheid. Omdat... Ja, er gebeurde in landen om ons heen wel wat aan voorzorgsmaatregelen, maar dat vonden we eigenlijk nog een beetje gek. Ik weet nog over een oude avond in februari waarin iedereen gewoon nog handen gaf, maar dat er soms mensen waren die zeiden, nou dat doe ik maar even niet meer voor de zekerheid. Maar bijvoorbeeld Mark Rutte, die gaf dan nog vrolijk iedereen een hand. Zeker, nou ja, want inderdaad, dan maken we inderdaad een ontzettende sprong. Dan zitten we, eens even kijken, alweer begin... maart. Vlak na het eerste geval. 27 februari was die man, ja. Loon op Zand, die bekend werd gemaakt. Precies, en ja. op 6 maart, toen speelde het echt al in landen om ons heen. En ook de WHO zei, niet meer aan je gezicht zitten, eigenlijk ook geen handen meer schudden. Dus het is altijd op vrijdag, hè, persconferentie, premier Rutte, die gaat dan ook altijd nog naar de NOS. Dus Ron Vrezen, die dacht ook, ja, moet ik je nou een hand geven? Nou. Meneer Rutte, goedenavond. Goedenavond. Kan ik u eigenlijk nog wel gewoon een hand schudden? Ja. Ja? Dat kan. Ja, ik weet eerst... Nee, kom maar. Okay. Ja, mag. Ja, ik vind het wel grappig hoe snel je eraan bent dat dit eigenlijk gek is. Hè? Dat je nu daarnaar kijkt en denkt, oh, dat gaf gewoon nog wat een goorlap. Ja, dat is smeerpijp, ja. Nee, maar dit is wat, dat gaat natuurlijk ook de reconstructie van Nederland maken. Maar wat voor Nederland afgaat, is dat wij, als je de NRC had twee zaterdagen geleden een vrij uitgebreide reconstructie. Wij hebben heel lang aan de hand van de Wereldgezondheidsorganisatie gelopen. En die hebben zich best wel laten foppen door de Chinezen. Dus er was dat het van mensen op mens besmettelijk was, dat is pas heel langzaam doorgedrongen. En dan zie je dus ons RIVM ging daarin mee. En dan loop je al achter de feiten aan. En het grote verschil is met landen in Azië, is dat onze vorige dreigende pandemie was de Mexicaanse griep. Nou, die is met een enorme sisser afgelopen, waardoor wij toch zo'n houding hadden van, ja, toen hebben we heel veel vaccins gekocht en dat bleek achteraf allemaal niet nodig. Ja. Maar bijvoorbeeld in landen als Hongkong is het ook goed gegaan door de bevolking zelf, want die hebben SARS en MERS meegemaakt. En die kende de Chinese overheid dat die niet altijd de waarheid vertellen. Dus in Hongkong zijn gewoon de mensen zelf al gewoon veel meer mondkapjes gaan dragen. Dat doen ze zelf al meer. En zijn gewoon zelf aan social distancing gaan doen, omdat ze dat nog kennen uit die tijd. Ja, voor ons was het een compleet ongeloof, zowel bij ons, bij de pers, bij burgers, bij de politiek, van het zal toch niet. En het rare van dit virus was... Maar en ook bij het RIVM. Ja, omdat wij hadden zo'n systeem in Nederland, hebben nog steeds huisartsen, GGD, dus wij zijn er wel heel trots op dat ons volksgezondheidssysteem heel goed is in het vroeg signaleren van ziektes. Tuberculose wordt hier ook altijd snel ontdekt. Nou, dan wordt er ook gelijk contactonderzoek gedaan en dan wordt het zo ingedampt. Dus er was een soort zelfvertrouwen van wij zijn hier goed in infectieziektes. Dus ja, dat komt wel goed. Maar er was een soort scenario van de land een keer één iemand met die ziekte en gaan we dat indammen. Maar dit virus bleek dus heel lang onder de radar kunnen doorgroeien. En de combinatie van wintersport en carnaval heeft ervoor gezorgd dat die verspreiding al zo groot was, dat op het moment dat het ontdekt was, ons hele systeem qua GGD en huisartsen binnen 2 weken instortte en de paniek losbrak. Ja, want dus kijk, het RIVM... Als amateur viroloog, hè? Dat is, ik vind dat je het hartstikke goed doet. Ja. Mag je best wat zeggen. Ja, maar kan je echt wat mee doen. Maar kijk, want dus ook het RIVM, Van Dissel, die wilde er dus ook nog niet aan. Dit was dus ook nog begin maart. Lijkt het zelfs een beetje demonstratieve handen nog te schudden. Eigenlijk net als dat ze toch heel lang hebben volgehouden, mondkapjes.
Totaal overbodig. Ja. Nog steeds eigenlijk zeggen ze dat. Ja. Ze werken niet, maar het moet toch. Ja. Tenzij je een werkend mondkapje gebruikt, dan mag het niet. Nee. Maar ja, die Van Dissel en dit handen schudden in de Kamer. Rutte, die was in diezelfde week in Zeeland, waar ze hadden verteld dat die marinierskazerne niet kwam. Zei Rutte ook van, ja, ik heb daar honderden mensen handen geschud. Helemaal geen probleem. Maar die vrolijkheid van Rutte is natuurlijk altijd een sterk punt. Maar vervolgens ook wel zijn flexibiliteit. Omdat hij dat in één dag meteen weer kan omdraaien naar van, we mogen het toch niet. Het is toch heel verstandig om geen handen te schudden. Nee. Dat kan hij natuurlijk ook. Ja, want het fragment van met Ron Vreese en Rutte. En dan gaan we eigenlijk een paar dagen later. Vier dagen later, ja, het weekend vrijdag over. Tot maandag. Ja, ja, en toen was het dat opeens, hè, er was dus de persconferentie, geen handen meer schudden. Oh, sorry, dat mag niet meer. Sorry. Nee. Over. Ik wil er nog wel. Zo. Ja. Ja. Bij zijn nekvel. Dat was die hand van net de hele tijd. Hè? Zo. Ja. Achteraf heeft hij wel gezegd dat hij had gewild dat hij dit bedacht had. Omdat doordat dit fragment steeds herhaald werd, iedereen wel door had van, oh, dat mag dus niet meer. En op deze persconferentie, dat los van de joligheid op het einde, was Jaap van Dissel was ook, en dan gaat Jaap wat vertellen en Jaap dit en zo. En de persconferentie daarna werd natuurlijk steeds serieus. Toen werd het in één keer meneer Van Dissel. Ja. Dus zag je ook dat de communicatie toch wel wat serieuzer werd. En bij de ene persconferentie was Jaap of meneer Van Dissel wel nodig, omdat hij dan kon verwijzen naar het medisch advies. En soms was hij er niet, want dan deed het kabinet toch meer zijn eigen zin of maakten ze meer politieke keuzes? Ja, is er onderschatting? Is er ook al, zijn er verwijtbare dingen misgegaan? Nou ja, dat is natuurlijk politiek. Er zijn heel veel dingen misgegaan. Dat zegt het kabinet zelf ook wel. Ik heb wel het idee dat ze het liefst alleen zelf willen evalueren. Zodra de oppositie wil evalueren, dan vinden ze dat toch iets te politiek. Dan zijn ze er bang voor dat ze afgerekend gaan worden, of dat er in één keer een parlementaire enquête midden in campagnetijd georganiseerd gaat worden. Terwijl het misschien wel logischer is. Maar ze mogen dus, ik heb het gevoel dat het kabinet is, we mogen alleen kritiek op onszelf hebben. Als anderen het hebben, vinden ze het nog wat ingewikkeld. Maar ja, wij hadden natuurlijk een totaal gebrek aan hulpmiddelen, mondkapjes, dat soort zaken. Het blijkt dat onze hele gezondheidszorgsysteem, die IC, dat is zo lean en mean georganiseerd. Zodra er dus een ramp gebeurt, dan zakken we gelijk door onze hoeven heen. Dus die hele infrastructuur die je nodig hebt voor extreme noodgevallen, ja, daar waren we gewoon compleet niet op voorbereid. Hoe je moet optreden in verzorgingshuizen, daar is het ook goed verkeerd gegaan. Ja. We hebben natuurlijk al een hele discussie gehad over over een eventueel onafhankelijk onderzoek, wat de oppositie wilde, waarvan het kabinet uiteindelijk heeft gezegd, oké, we steunen die motie. Was een beetje opvallend dat ze dat dan steunden, maar toen zeiden ze, dan doen we zelf het onderzoek, maar dan laten we ons onafhankelijk adviseren. Dat was in de motie niet helemaal duidelijk opgeschreven. Maar die willen dus in de komende maanden, komt er in ieder geval een onderzoek waaruit ze dan lessen willen leren voor een mogelijke tweede golf. Ja, maar gaat dat wel snel genoeg? Want meestal zijn dat soort processen duren maanden. Ja. En de tweede golf. En iedereen heeft nu toch ook wel een beetje het gevoel van, we gaan even op vakantie. Ja, maar dat is natuurlijk ook goed. Ja. Toch? Er is één deskundige in Nederland die mag niet op vakantie. Wie dan? Maurice de Hond. Ja, maar die gaat evalueren. Ja. Ja. Nee. Ja. Oké, dan. Wij dan een beetje het middenstuk. Dus dan dat de paniek of de piek ook komt. En dus ook de paniek uitbreekt. Laten we maar even kijken naar de historische toespraak van Rutte. Klein stukje. De realiteit is ook dat de komende tijd een groot deel van de Nederlandse bevolking met het virus besmet zal raken. Dat is wat de deskundigen ons nu vertellen. En wat ze ons ook zeggen is dat we in afwachting van een vaccin of medicijn de verspreiding van het virus kunnen afremmen en tegelijkertijd gecontroleerd groepsimmuniteit op kunnen bouwen. Met deze aanpak, waarin de meeste mensen alleen lichte klachten zullen krijgen, bouwen we immuniteit op en zorgen we dat de zorg het aan kan. Ja, blijft fascinerend dat als je eigenlijk voor al deze fragmenten geldt, dat als je ze nu terugkijkt, dat je denkt van wow, dat was toch wel even een beetje een misser. Die groepsimmuniteit, dat heeft hij in die week na die speech, is hij dat meteen al een beetje gaan downplayen. Hij heeft zelfs later
een paar keer gezegd van, nou, ik had helemaal geen speech over groepsimmuniteit. Nee, het werd zelfs een toespraakje, toch? Ja, dus mensen zeiden, ja, uw toespraak over groepsimmuniteit. Zeiden, nee, ik heb het nooit, het was niet over, maar ik heb het even genoemd. Weet je, ja, zo dat ik heb die passage heel vaak teruggelezen en het is een passage die, als je hem terug, blijft gewoon op twee gedachten hinken. Dus hij schetst drie opties en dan komt hij helemaal, gaat hij dus helemaal die groepsimmuniteit uitleggen, wat we net hoorden. Maar de conclusie is, dus streven we naar maximale controle. Wat toch wel een beetje haaks op elkaar staat. Op dat moment vond iedereen het een geweldige toespraak. Vooral, kennelijk, iedereen zocht houvast. Hè. Dat is meer de psychologische behoefte aan een leider. Maar en de kern was om de piek eruit te halen bij die... Ja, maar wel maximale controle, dat zat er ook in. Dus er zaten twee boodschappen in. Iedereen wordt een keer ziek, behalve de kwetsbaren, die gaan we beschermen. En dan bouwen we groepsimmuniteit op. Maar er zat ook de boodschap in, we gaan het virus maximaal controleren. Ja, en hier zorgde het voor veel vragen, maar ook in onze buurlanden zeker ook. Hè? Er werden gewoon grenzen gesloten, omdat de Duitsers dachten... Die zijn gek geworden. Die Nederlanders, nou ja, die zijn de weg. Vooral bij België werd er gewoon echte roadblocks natuurlijk... dus oké, je noemt net inderdaad dit inderdaad dan echt een misser. Als we verder even dan... Terwijl er dus toch, zeker die dagen daarna, ook heel veel lof was voor Rutte. Hè. Er waren geloof ik 9 miljoen kijkers. En het is dan echt wel, zoals dat dan georganiseerd wordt, de NOS komt dan langs. Die bouwen dan in het torentje een soort studiootje. Rutte die bereidt dat maar met 2-3 mensen voor. Die speech die ligt klaar. Hij oefent een keer, gaat even zitten. Of dat zittend nou goed eruit ziet en of dat niet een beetje raar is. Dan wordt het toch op een gegeven moment 7 uur. En dan moet hij er gaan zitten en dan doet hij het gewoon in één keer live. Dat is wel toch echt wel ook wel een gave. Ik weet nog van de vorige premier Balkenende, toen er iemand van het Koninklijk Huis overleed. Toen moest hij naar de NOS-studio komen en dan ging het van de autocue. En dan ging dat een paar keer fout. En dan maakten wij nog een keer een fout met het verkeerde input zoeken. Oh, weet je nog? De verkeerde overleden. Dat er ineens teruggespoeld werd middenin. Ja, en bij Rutte bijvoorbeeld, toen Beatrix van de troon afging, toen mochten we met een camera in het torentje komen en uit zijn hoofd gewoon een boodschap van 3 minuten, bam. Maar oké, dat is even het plaatje eromheen. Heeft Rutte, als we kijken naar het afgelopen half jaar, niet om cijfers uit te delen, maar je noemt dit een misser, een aantal andere dingen ook toch niet helemaal lekker? Ja, en ik zei net dat hij dit ook wel heel goed deed. Zeker, zeker. En dat dat ook gewaardeerd werd. Dus ik denk dat... Er was natuurlijk wel de kritiek vanuit de PVV en vanuit Forum van, we hadden eerder moeten reageren en we hadden een totale lockdown moeten doen. Die discussie hebben we natuurlijk ook nog gehad. Van is er wel de juiste keuze? Toen kreeg je al vrij snel dat mensen zeiden van, is dit niet misschien wel de grootste overreactie aller tijden en zijn we de economie aan het weggooien? Ja. Daar is natuurlijk we kwamen in een soort heel gek soort ritme terecht. De hele Tweede Kamer ging dicht, behalve woensdag had je dan een groot coronadebat voorafgegaan door een briefing van het RIVM. En alles wat daar gezegd werd, dat was het thema van het 's middags debat. Dus we hebben 1 week gehad totale paniek om mondkapjes. Dus toen was het mondkapjes, paniek. Een week daarna hadden we bijna tekort aan IC-bedden. Toen ging het over IC-bedden. Dus het was iedere keer een soort paniek van de dag. En dan in die week bleek het net goed te gaan. En dan was er een week daarna weer een ander thema waar de politiek helemaal op los ging. Het eerste thema was gewoon überhaupt gas geven op het kabinet. We beginnen met Wilders. Hoe kan het, voorzitter, dat Nederland een premier heeft die dit voorstelt? Mensen onnodig laten sterven. U mag geen Russische roulette spelen met de gezondheid en de levens van mensen. Stop daarmee. Ja, dit ging over dat nog niet de lockdown ver genoeg was gegaan. Ja, of over de groepsimmuniteit. Nee, dit ging over. Nou ja, maar dat was wel het debat waarop hij een paar keer zo op die desk wilde slaan van, ik wil niet dat er mensen ziek worden. Ja. Ik wil niet dat er mensen doodgaan. Dat is best ver ingrijpend. Als je dat wil. Ik denk sowieso dat er in de Kamer eerst een soort reflex was van, nou ja, het is even nu aan ons om stil te zijn en laat het kabinet deze acute crisis oplossen. Dus dat er inderdaad heel weinig gedebatteerd werd en dat er ook weinig kritiek was, zelfs lof van alle kanten voor hoe het kabinet het deed. En daarna kwam er natuurlijk steeds meer kritiek en Wilders was daar wel iemand die daar het hardst in ging eigenlijk. Hè? Maar wel opvallend, want aan het begin
vond hij dat het kabinet niet genoeg deed. En vrij snel vond hij dat ze eigenlijk te veel deden. Ja, en op zich hadden Baudet en Wilders hadden dat goed aangevoeld. Het bleek uit een enquête dat opiniepanel. Opiniepanel, dat inderdaad zijn achterban vond dat het kabinet meer had moeten doen. Maar een hele grote lockdown, dat vond de achterban ook net te ver gaan. Maar de toon die hij aansloeg, en ook Baudet, dat vond de achterban wat minder. Dus die eerste peilingen gingen zij dus naar beneden. Ze hadden dus ergens wel goed aangevoeld dat er een groep Nederlanders was die vonden dat het kabinet labbekarrig had gereageerd. Alleen je merkte dus in het land dat als je gewoon heel kritisch was naar de premier en op een normale manier aanviel op de toonhoogte die Wilders normaal hanteert, dat werd eigenlijk niet gepikt. Nee. Dus het was een soort, wij gingen eigenlijk als een soort, met het hele land om Rutte heen staan, als een soort groepsimmuniteit. Mooi. Ja. Had je dit voorbereid? Nee, dit schoot me net te binnen. Oké, goed. Ja. Een soort wie ook, dus los van Wilders, was ook Baudet. Die zat meer gewoon eigenlijk vanaf het begin op de I told you so. Laten we even kijken. Op 28 januari en nog weer een dag later op 29 januari... vroeg ik vanaf deze plek tot tweemaal toe een spoeddebat aan. En wat toen dus nog relatief eenvoudig voorkomen had kunnen worden, is inmiddels keiharde werkelijkheid geworden. Als jullie toen naar mij hadden geluisterd, was dit allemaal niet nodig geweest. Kijk. Ja. Ja, dat zit, was net, een beetje, zit net, het zat net anders, een beetje. Toch? Nou ja, kijk, wat klopt is dat hij toen om een plenair debat heeft gevraagd. Toen zei de meerderheid van de Kamer: nou, maar we hebben volgende week al een AO staan, een infectie-AO. Dus daar kunnen we dit goed in behandelen. Daarna was Baudet er bijvoorbeeld bij verschillende AO's niet bij om daarover te praten. Dus de Kamer vond zoiets van, ja, nu trek je wel een hele erg grote broek aan. Maar Baudet heeft wel, denk ik, toch iets beter dan Wilders die draai gemaakt. Want Baudet heeft aan het begin gezegd, we moeten sneller erbij zijn. We willen nu een complete lockdown om vrij snel daarna te zeggen, ja, maar we willen echt een korte lockdown om de piek eruit te halen en daarna de economie weer op te starten. Terwijl Wilders dat langzamer heeft gedaan, want die heeft heel lang echt staan pleiten voor een totale lockdown en tegen Rutte gezegd, je speelt met mensenlevens, om vervolgens te zeggen van, maar nu moeten de terrassen weer open, terwijl het kabinet er nog niet aan toe was. Ja. Eens. Ja. Gewoon? Ja. Oké. Okay. Dan, kijk, we hebben dus dan en de overige oppositie hebben we eigenlijk niet. Die hebben veel moeilijker gehad. Ja, die hebben het over de mondkapjes. Er was nog wel een Asscher Wilders. Die hadden heel veel moties in die tijd samen voor meer IC-bedden. Die hebben toen een tijd lang samengewerkt. Ja, die stonden gewoon vooral te drukken op het tekort van de week. En daar kwam het eigenlijk op neer. En linkse partijen die hebben voorliefde om over de strategie te praten. Van ja, hoe noemen we nou de strategie? Dat zie je nog steeds. Is het nou indammen of maximale controle? Nu zitten we in ruimte met regels. Ja. Mooi. Dat is ook wel mooi, inderdaad. We hebben dan Rutte een beetje besproken. Welke minister, wie heeft het nou van de minister het slechtst gedaan afgelopen half jaar? Is dat echt met stip op één iemand of is het... Nou, als je kijkt naar de minister waar de meeste kritiek op is, ook vanuit de eigen sector, is dat Van Engelshoven. Vanuit de cultuursector is... Oh, die staat er nog ineens bij. Nee, die zijn we vergeten. Maar ze wordt uitgebeeld door Irma, zie je? Dat is Van Engelshoven. Precies. En Grapperhaus, die was er maar één persconferentie bij, waarin die best wel wat indruk maakte qua performance. Want hij was echt streng. Dat was geloof ik na een weekend dat we te veel naar buiten waren geweest en in bossen te dicht bij elkaar hadden gestaan. En dan kwam hij echt als justitieminister kwam hij vertellen dat dat echt niet kon. Maar tijdens die persconferentie had hij ook iets te stellig gezegd. Waar dit dan later, weten jullie nog? Ja, het ging over evenementen en dat bleek over vergunningsplichtige evenementen. Ja, dat, precies, dat soort dingen maakte die fout. Dat was natuurlijk ook zo. En na al die persconferenties ontstond er direct, er waren meteen ook wel weer 100 vragen mogelijk. Over van ja, maar als dit niet mag, mag dat dan ook niet? En wordt het dan gehandhaafd? Was Grapperhaus tijdens die ene persconferentie dat hij er mee mocht doen, was hij daar wel een beetje slordig in. Je zou kunnen alle kranten en alle ook teksten van nieuwswebsites moeten terughalen over wat je nou mocht buiten. Met hoeveel mensen met 1,5 meter. Dat snapten mensen nog niet. Nu zijn de regels veranderd. Maar dat was vanaf minimaal 2 personen.
anderhalve meter of drie. Het was ook niet te doen. Dat was ongeveer. Dat heeft niemand echt gesnapt. Nee, de Volkskrant had op een gegeven moment ook een quizje wat je kon doen met 10 vragen. Ja, dat was heel leuk. Ja. Je had er echt gewoon 8 fout. Ja, het was echt niet te doen. En wat Grapperhaus ook zei, dat je echt alleen naar buiten mocht, hè, als je bijvoorbeeld een belangrijke brief moest posten. Oh ja. Ja. Dus dat sloot. Maar dat is voor die oude mensen die binnen zaten wel. Ja. Nee, dus dat is inderdaad. En ook ontstond natuurlijk later ook nog. We zitten nu nog op het medische, maar er ontstond natuurlijk wel langzamerhand meer oog voor de economische effecten, die steunpakketten. En inderdaad van, wacht eens even, dat bepaalde ministers wel langzamerhand op Rutte begonnen te drukken van, we moeten toch wel iets meer vrijheid gaan geven, want anders. Ja. Ja, wordt het wel heel. Maar kijk, we hadden dus fijn. Eerst na dus dan die eerste 3 weken. Daarna was het een beetje, gaan we hiermee door? Mogen we weer langzaam open? En dat viel Rutte echt bijzonder zwaar. Nou. Ik heb hier de afgelopen dagen ongelooflijk mee geworsteld. Want ik wil zielsgraag op kunnen zeggen tegen Nederland, er kan weer veel meer. Maar tegelijkertijd is dat ook heel eng en gevaarlijk. Deze coronacrisis is een van de grootste, meest ingrijpende en meest bedreigende periodes die ieder van ons ooit zal meemaken. Ja, dat is de stevige teksten, zeg hij. Ja, en ik denk dat iedereen dat ook wel voelde, hè, want het straatbeeld was er ook naar. Het was totaal anders dan we ooit hebben meegemaakt. Maar het is wel ook dezelfde minister-president die een paar maanden daarvoor zei dat de stikstofcrisis de allergrootste crisis was die wij als land. Ja, dus kan je nagaan wat er nog meegemaakt. Hierna. Ja. Ja. Ja, dat soort uitspraken zijn ook aan inflatie onderhevig eigenlijk dan. Nou ja, wel een beetje, ja. Maar ja. Ik vind wat vooral in dit fragment bijbleef, was die zucht van Rutte en het woord eng. En ja. Dat maar hij vond het vooral zelf eng. Ja, hij was het meest van die ministersploeg, omdat hij het echt gezicht was geworden en heel veel contact had met Van Dissel, was hij heel erg op het medische gericht. Ja. En vond het loslaten van die maatregelen, dat zeiden ook mensen van tevoren, alle crisisdeskundigen. Het is heel makkelijk om te zeggen, alle deuren dicht. Maar om het dan weer los te laten is veel ingewikkelder. Want dat zie je natuurlijk nu ook. Want dan gaat het niet meer. Het is niet van alles dicht, alles open. Dan ga je differentiëren. En dan krijg je ook dat er de onvrede ontstaat. Dat is ook beleidsmatig ook veel ingewikkelder. Los van wat helpt tegen het virus en wat niet. Maar het leidt ook tot oneerlijkheid in de samenleving. Je ziet dat binnen het kabinet vooral Rutte en de Jonge staan dan bekend als degene die de medische kant vooral in het oog hielden. Dat die echt een beetje op de rem aan het trappen waren. En aan de andere kant toch ook wel ministers als Wiebes, Hoekstra, die hebben natuurlijk Koolmees, ook een economische portefeuille, maar dat die zeggen, we moeten ook weer dingen op gang gaan brengen. Maar dit was bij de eerste versoepelingen, en daarvan zei Rutte ook wel, dat vond ik persoonlijk echt eng, vanwege ook die verantwoordelijkheid die dus op die paar mensen en zeker op hem lag. Maar nu bijvoorbeeld vorige week, nu die heeft gezien dat die eerste versoepelingen allemaal geen gevolgen hebben gehad, Nu staat hij er wat soepeler in en hebben ze toch echt bedacht, nou ja, dan moeten we maar voor de zomer, als de cijfers nu zo laag zijn, laten we dan maar de boel toch echt een beetje loslaten voor deze zomermaanden. En dan kan je dus weer een superspreading event organiseren. Ja, precies. Dat is hartstikke gaaf. Ja, welkom. Inderdaad. Ja, dus mag alleen niet gezongen worden. Ja. Nee, inderdaad. Even kijken, want dan gaan we toe naar de versoepelingen en de tweede golf. En dat leidt, nou, we hebben het al een paar keer gezegd, met elk stapje wat er volgde werd het eigenlijk alleen maar onduidelijker. Vooral was dat de eerste keer, toen uiteindelijk kregen we zo'n routekaart, maar daarvoor was het van de eerste persconferentie, de versoepelingen, was eigenlijk van, over 2 weken gaan de lagere scholen open. En verder was er nog niet zoveel. En van wat daarna, dat inzicht gaf Rutte niet. En daar kwam ook wel veel kritiek op, van ja, geef nou eens een beetje perspectief van. En dat hebben ze toen wel gedacht, van nou, dat moet anders. Moeten we toch wel. En dat kwam dus mede door eigenlijk deze vraag die gesteld werd door een journalist. Ja, Albert Bos. Even kijken. Hebben we hem? Meneer Rutte, al weken zegt u dat Nederland zich voorbeeldig gedraagt. En wat krijgen mensen ervoor terug? Nog eens 3 weken verlenging. Hoe rijmt u dat met elkaar? Het virus. Het virus. Wij zijn niet beschermd tegen het virus. Er is geen vaccin. Ja, goed antwoord. Was inderdaad vooral een soort. Ik vond dit ook wel een voorbeeld van hoe erg wij als dan parlementaire pers
ook onder een vergrootglas lagen in deze... Ja, maar die vragen die gesteld waren echt altijd dom, jongen. Oh, ja? man, wat een knuppels. Nee, het was echt heel erg, hoor. Had juist altijd hele adequate vragen. Ja, en deze is bijgebleven omdat deze ook echt een heel duidelijk vervolg heeft gekregen. Namelijk dat het kabinet dacht van, het is misschien niet heel, de toon was misschien niet helemaal juist. En misschien had het niet de allereerste vraag moeten zijn, maar het is kennelijk wel iets wat leeft. Hè? Zo heeft Rutte het later ook besproken. En toen dachten ze, we moeten toch echt wat perspectief gaan schetsen. En toen kwam die routekaart een paar weken later. Maar wat hier ook achter zat, en dat was hetzelfde als met Baudet en Wilders, is dat... Zit jij gek te doen? Die mevrouw vindt dat ik, dat ik mijn collega een beetje zit... Dus die vraag... Rutte was zo'n heilige geworden, dat vond ik ook de commentaren van ook van mediajournalisten. Kennelijk als je zo'n toon aansloeg tegen de grote leider, dat werd niet gepikt. Dus dat zei ook iets over de status van Rutte. En volgens mij vonden veel mensen het gewoon niet kunnen, want dat is onze grote man. En die loodst ons door de crisis en dan gaat zo'n journalist, zo'n brutale vraag stellen. Ja, het was nog te vroeg voor kritische vragen eigenlijk. Ja, maar ik weet hoe het gekomen is, hè, die kritische vraag. Wat? Ja? Kijk. Vanuit een kritische grondhouding natuurlijk. Nee. Kijk, Albert Bos heeft een oom. En dat is Stef Bos, de zanger van Papa. Ja, echt? Papa. En die hadden van tevoren hadden die app niet gepakt. Niet zingen. Nee, niet zingen mag niet. En Stef Bos, ik kwam hem later een keer tegen. Hij zegt, ik heb er zo spijt van. Hij zegt, ik liep mijn neefje een beetje op te naaien. Van, jij zit er op die eerste rij. Ja, we gaan zo die eerste vraag stellen. En je gaat gewoon even echt een keiharde vraag stellen. Nou, dat hebben we dus gezien. Ben jij Stef Bos tegengekomen? Ik ben Stef Bos tegengekomen. Waar? Bij opname van een pilot. Oh, ik dacht maar, programma's gaat nooit de tv halen, kan ik vertellen. Nieuws. Ja. Oké. We gaan door. De versoepelingen die kwamen. En dat leidde ook gewoon zelfs bij Klaas Dijkhoff tot heel veel onduidelijkheid. Mag ik nou met mijn gezin aan een tafeltje? Mag ik met andere niet zijnde leden van mijn gezin ook aan een tafeltje? En is het gewoon dan tussen de tafeltjes 1,5 meter? Of tussen elk individu aan hetzelfde tafeltje? Ja, tussen elk individu, tussen de mensen. Ja. Tussen de mensen. Je wil 1,5 meter tussen alle mensen houden. Ook binnen, dat is de voorwaarde. Je mag niet de 1,5 meter schenden. Ik kan wel een vraag stellen om hier ook eens even goed over na te denken. Want als de leden van een gezin die thuis met z'n allen op de bank mogen knuffelen... op een terras vervolgens op 1,5 meter moeten zitten... En vrees dat één persoon op een tafeltje, dan wordt het te handhaven. Want hoe kom je er ooit achter? Jongens, dan moet je zeggen, kunnen uw gezinspaspoort? Ik denk dat dat niet gaat. Ik denk dat het toch gewoon al even opgenomen moet worden... om hier toch gewoon even goed over na te denken. Want we kunnen het hier resoluut afdoen, maar dit is vrij... Dit gaan hele grote tafels worden dan. Ja. En maar dit is typisch Mark Rutte. Die heeft zelf geen kinderen. Nee. Dus waarom zou je, als je kinderen hebt van 3 en 4... of je weet hoe zwaar dat is... waarom zou je met de kinderen van de buren op het terrasje gaan zitten voor je lol? Dus dat is per definitie een gezin natuurlijk. Ja, maar dat is ook een goed punt, vind ik. Ja, dat moet je ook niet doen. Klaas Dijkhoff een goed punt. Ja. En het werd daarna ook wel aangepast. Hè? Ja. Rutte noemde dat altijd de lepeltje-lepeltje-vraag van Dijkhoff. Ja, klopt. Het gezin Dijkhoff dat graag lepeltje-lepeltje op de bank ligt en slaapt... maar dan op een terras niet meer naast elkaar kan zitten. Ah. En toen heeft hij het geregeld voor Klaas. Oké, maar er is sowieso, van als je al die persconferenties terugkijkt... dan is iedere keer de versoepelingen versneld. Meer, sneller. Dus wat dat betreft zijn psychologisch ook handig, hè? Ja. Dat is een uitleg. Of ze hebben heel erg ver de stip op de horizon geplaatst. En dan konden ze altijd zeggen, het kan sneller. Ja, het bleek ook gelukkig mee te vallen. We zagen net die angst. Andersom is het natuurlijk veel slechter. Ja. Dat weet ik. Ja, met, hoe zei Gerrit Salm het ook altijd? Weet ik niet. Ja, dat je kan beter inderdaad minder beloven en met meer komen dan andersom. Hè? Over promise and under deliver. Ja. Zo. Goed. En dan zet iemand op de tegel. Zo werkt maar. En wat natuurlijk ook, toen gingen dus de scholen weer open. En daar had jij echt vonden we een vrij aardig filmpje van gemaakt. Toen kwam namelijk toch iets wat
Nou ja, ik was geïnspireerd door Mark Rutte, die een paar weken ervoor op een dichterschool was, waar nog wel kinderen werden opgevangen. En die ging daar echt als een wervelwind tekeer. Echt zo van, en bij elke klas zat een juf te werken. Met die was dan via Zoom of Teams een les aan het geven. En dan riep hij elke klas, kwam nu binnen. Hé, hey, ga lekker hè, goed bezig. helemaal. Toen ging hij zelfs nog dansen, hebben we ook gezien. Ja. En Arie Slob ging een paar weken later ook. Ja, school. Gewoon iets meer, gewoon ja. Ook op zijn eigen stijl. Iets meer die beelden zijn ook nog bij Opsporing Verzocht getoond. Heel veel plezier, toegereisd. Hoe is dat nou, als op de eerste schooldag de minister op je staat te wachten? Nou, een beetje raar. Tot ziens. Weten ze welke kant ze naar binnen moeten? Ja. Gaat goed. Een school zonder kinderen, dat is natuurlijk eigenlijk geen school. Wist je wel wie het was? Ja, en al jullie filmpjes ook, dat je les krijgt. Ja. Niks beter dan gewoon lekker in de klas. Ja. Weer met elkaar kletsen. Ja, ja, een beetje ingekort. Ja, het duurde wel. Nog een uur. Goed bedoeld. Nou, zeker. Om toch even die eerste schooldag mee te pakken. Ja, onvergetelijke schooldag voor vele kinderen. Helemaal, want als we het, valt er iets afsluitends over dit geheel te zeggen voordat we naar de tweede golf gaan? Komt die er dan? Ja, hallo. Nou, dit soort events. Nou ja, ik hoorde afgelopen week Rutte zelf tijdens het, geloof ik, 2 persconferenties die over de komende zomer en zeg maar de versoepelingen per 1 juli. En ook op zijn wekelijkse persconferentie blikte hij zelf een beetje terug op hoe hij het zelf heeft aangepakt. Want als je het vergelijkt met andere landen, hebben wij misschien dan toch een minder strenge lockdown gehad. Maar hebben we ons er vrij goed aan gehouden. Het is in ieder geval ongeveer even effectief geweest. Ja. En daar zei hij dit over. Ik heb het vaker gezegd, ik ben niet van plan om de samenleving te gaan mennen. We praten van volwassenen tot volwassenen. Wij als politici, Hugo de Jong en ik, proberen als volwassenen tot de samenleving als volwassenen te praten. We hebben nooit politiemensen voor de deur gezet. Nooit zoals in andere landen gebeurd is, top-down gecommuniceerd. Altijd recht toe, recht aan, in de ogen kijkend. Op 1,5 meter. Ja, dit is ook wel een hele tekenende quote. Omdat het heel erg, toch ook wel een beetje de liberaal in Rutte is. En dat past ook wel bij hem qua van, op deze manier, ik vertel het land, ik heb ook maar een rol. Hè. Ik heb het virus niet bedacht, heeft hij dan ook vaak als antwoord. Als die, zijn mensen die er anders over denken, hoor. Ja. Ja, als die verwijten krijgen, ja, die zijn het is een virus, daar kan ik niks aan doen. Dit zijn alsof het niet zijn maatregelen zijn. Maar wel altijd met inachtneming van de eigen verantwoordelijkheid van mensen. Dat maar dat is wel, dat was een woord wat ik niet kende, want dat heet dan compliance. Hè? In hoeverre houdt een bevolking zich aan die lockdownregels? En wat dan in kabinetskringen een anekdote was, ik heb hem nooit kunnen checken, is dat in Italië was het natuurlijk heel streng en politie voor de deur. Dat vindt Rutte ook altijd gaaf om dat te vertellen. Maar dat een keer een telefoonprovider die had gekeken hoeveel mensen er op het factuuradres waren. Ervan uitgaande dat dat je woonadres is. En midden in de Italiaanse lockdown was 40% niet op dat adres. Aha. En dat voorbeeld wordt altijd gebruikt achter de schermen van kijk, ja, die wij kijken wel naar Italië van en daar is het strenger, maar kennelijk houden de mensen zich daar niet aan de regels. En omdat wij het op een volwassen manier, dat is dan het intelligent, volwassen, en hebben we ons goed gedragen. En daarom hebben we het ook met z'n allen gedaan, samen. Ja, ja. Mooi. En we kunnen zien tegenwoordig ook hè, dat het goed gaat. Op dat dashboard. Ja, we echt? Want wie heeft er wel eens op het dashboard gekeken? Ja. Corona dashboard. Nou, toch. Nou, ziet er positief uit, hè? Toch gewoon. Nee, je zou zo'n dashboard niet in je auto willen hebben. Want als je remt met je auto, zie je dat pijltje zo naar beneden gaan. Maar hier blijft een pijltje gewoon 3 dagen dit is gewoon het dashboard vanochtend. Ja. Ja, dit is van vandaag. De R is 0,75. Dat is lager dan vorige week. Ja, dat is heel positief. Ook intensive care opnames ziet er goed uit. Nul. Maar dat kan je dan ook per regio bekijken. Er staat het al 2 weken staat het geschat aantal besmettelijke mensen in Nederland op 715. Okay. En die signaalwaarde die verandert maar om de 3 dagen 1700. Ongeveer. Want begin vorige week stond hij op 0,59. Toen ging hij naar 1,05. Daar heeft hij dagenlang opgestaan. En vandaag was hij dan weer naar 0,75. Ja. En dit was dus de reden voor het kabinet om toch tot verdergaande versoepelingen over te gaan. En als je hierop kijkt, is het ook nog wel logisch dat ze het soms moeilijk vinden om uit te blijven leggen dat je toch wel aan
bepaalde regels moeten houden. Ja, 1,5 meter ja. Is het gewoon heel belangrijk. Het schijnt. Het is nog steeds ja, de sleutel tot ons succes, ja. Zegt het kabinet steeds. Ja, want om de tweede golf te voorkomen, nou, dan hebben we even twee... laten we beginnen met Hugo de Jonge. Vergelijk het met onze eeuwenlange strijd tegen het water. Die heeft ons de reputatie gegeven de voeten droog te kunnen houden. En dat deden we door dijken te bouwen. En vandaag zijn wij samen die dijk die de tweede golf buiten de deur kan houden. De dijk, dat zijn we samen. Die 1,5 meter is een hele belangrijke dijk. En als we ons dat blijven realiseren, dan wordt het vast een mooie zomer. Ja, kijk, wij zijn de dijk. Wij ja, zijn de dijk. Een mooie metafoor. Vind je het een mooie metafoor? Nou, ik vond hem beter dan die van Mark Rutte. Het is een beetje alsof je, laten we zeggen, in de middeleeuwen een aanval op een kasteel had. En die aanval is goed afgeslagen. De aanvallers zitten op een kilometer afstand in hun kamp. En wij gaan de kasteelmuur afbreken, dan komen ze terug. En het virus zit gewoon te wachten tot wij verslappen. Apart, hè, Rutte zo. Zonder bril. Ja, dat lijkt af, vind ik. Ja. Maar die... ja, die metaforen. Joost, heb jij al? Jij bent altijd goed in metaforen. Nou, jij had vrijdag in onze podcast al een metafoor. Hè? Ja, maar dat ging meer over het hele kabinet. Dat, ja, over de voetbaltrainer. De voetbaltrainer die ja. Het volk toesprak zoals hij zijn selectie na een zwaar seizoen toespreekt, waarin ze veel opofferingen hebben gedaan om toch resultaten te bereiken. En zeggen, nou, nu wordt het vakantie, maar wel blijven doortrainen. Hè? Wel nog steeds die 1,5 meter houden. Ja, ja. En je weet het, de voetballers doen dat niet. Nee, ik had ik zou misschien, ja, zo'n metafoor dat je dan moet een beetje bij het zomergevoel aansluiten. Oh. En dan heb je dus het virus. Het virus is er altijd en overal, maar dat geldt ook voor zonnestralen. En die zijn ook heel schadelijk. Dus je moet je altijd blijven insmeren. Ja. Dat is wat we moeten doen, hè? En als het dan winter wordt, dan helpt die niet meer. En dan moeten we denken van, dan moet je dus altijd antivries in je auto hebben. Of zo, of sneeuwkettingen, zoiets. Zo, dat moet nog aan werken, die winter. Ik had ook nog één bedacht, dat was je toch ook bij het zomergevoel. Van vroeger hadden we natuurlijk die AIDS-epidemie. Hè? Ja, daarvan toch? Hebben we de condooms hebben we daaraan overgehouden. Nu AIDS er niet meer zo erg is als toen, moet je toch nog steeds een condoom gebruiken. Ja. Oké, ik denk dat we de vergelijking nog meer metaforen. Goed is. Jawel. We begonnen heel goed. Heb je zin in je top 5? Ja, terug naar de inhoud. Ja. Precies. Een paar vrolijke momenten. Xander, top 5. Hebben we een bumper? Oh ja, dat doe ik dan. Let ja. ja. Niet zo. Yes. Ja. Een paar vrolijke momenten, want die 1,5 meter, dat was voor iedereen wennen. Vincent? Oh ja, sorry. Ja, wacht even. Ja. Dan zijn we hiermee aan het einde van de tweede termijn van de zijde van de Kamer gekomen. Een beetje uit elkaar, ja. Oh. Ik wil de minister-president ontzettend bedanken voor zijn aanwezigheid. En door corona weten we ook dat niet altijd alles groots hoeft te zijn. We zijn geobsedeerd door de gedachte dat size matters. Maar ik heb in mijn leven geleerd, dames en heren, dat klein ook heel fijn kan zijn. Ja, wisten jullie niet van Baudet, hè? Maar ik weet niet of dit iemand interesseert. Dank u wel, meneer Baudet. Dank u wel. Soms lopen dingen ook goed af, zoals de ruzie bij Denk, zelfs na deze Godfather-video. Weet je nog, Seldsjoek, oude boef van me. Ik heb je wel eens aangekeken en gezegd, Seldsjoek, je bent wel een boefje, maar geen verrader, toch? Weet je dat nog, Seldsjoek? En je beloofde dat je eerlijk tegen me zou zijn. Ik zie met pijn in mijn hart hoe je deze partij kapot maakt. Seldsjoek, je maakt de partij kapot, maar het is gewoon klaar. Want ik ga niet weg. Geen 1000 Celsius krijgen mij weg. Ik ben Denk en ik blijf Denk. Het gaat je goed. Ja, dat was fijn, hè? Nu is er gewoon weer verbroedering. Ja. Hoe mooi is dat? En wat ook goed is om te weten, als je zeg maar ergens in de nacht, zo rond een uur of twee, in de buurt van de Nationale Vergaderzaal loopt, dat je niet zomaar aan een debat mee mag gaan doen. Dag. Hallo, voorzitter. Mag ik niks zeggen over een motie die ik niet... Oh nee, ik ben... Nee, het doet helemaal niet mee. Het doet niet mee. Fijn om het gezien te hebben. Maar ik vind het heel aardig van u dat u even mij kwam groeten, mevrouw Vloem. Ja, totale verwarring. En door corona hebben we natuurlijk digitale partijcongressen. Want daar is de sfeer lekker informeel.
Ik begin helemaal ervan te stotteren. Het is tijd voor de Q&A. Jij bent er al helemaal op gekleed. Dus met Klaas Dijkhoff en Mark Rutte. Hoe modern, digitaal. Mark Rutte, welkom. Mark, wat heb je aan? Goed je te zien. Oh, een spijkerbroek, hardloopschoenen en een t-shirt. Even kijken. Guus vraagt aan jou. Hey Klaas, hoe is het? Ja, echt waar. Ja, goed. Ja. Misschien iets meer? Iets meer, ja. Heel goed. Want... Heel goed. Ja. Nou, kort maar krachtig. Inderdaad. Ja. Even kijken, dan. Gaan we naar de tweede golf? Gaan we dat nou bespreken of niet? He? Hebben we dat al afgesloten, tweede golf, of niet? Ja, Wat wil je er nog wat over zeggen? Nou, omdat Rutte iedere keer... Rutte die zegt, de tweede golf is onzin, zegt hij. Ja, dat hopen ze natuurlijk. Nee, omdat als we ons aan de regels houden, dan kan het niet meer. En wat natuurlijk ook wel, we hebben natuurlijk die lockdown gehad, maar we weten natuurlijk ook wel dat er heel veel achteraf, heel veel maatregelen misschien niet zo nodig waren, met de wijsheid van nu. Dus ja. Ik denk dat als er echt een... Welke dan? Nou, de scholen, denk ik, gaan voortaan open blijven. Ja. Ik denk dat als het virus in het najaar wel weer wat groeit, zij misschien zeggen, nou ja, de terrassen kunnen wel open blijven, binnen restaurants niet. Je gaat het niet meer zo drastisch doen als nu, want we hebben gewoon geleerd ervan. Nou ja, ze hopen heel erg dat er gewoon regionale maatregelen nodig zijn dan. Als je op het dashboard ziet dat er in een bepaalde regio een uitbraak is, dat je het makkelijker kan indammen. Door veel meer te testen, veel meer bronnen, contactonderzoek en nu ook echt fabriekshallen vol met mondkapjes en medisch beschermende goederen. Ja, dat heeft Martin van Rijn allemaal geregeld. Ja, in een korte periode. Maar is dat hele, dus de GGD, is het beeld daar nou echt van dat ze alles goed op orde hebben? Nou, als je de geluiden van de afgelopen weken hoort, hebben ze het voor nu op orde. Maar ze zijn nog steeds wel met het aantal mensen wat dat contactonderzoek doet. Dat loopt her en der nog wel moeizaam. Maar ik hoop dat ze hebben natuurlijk nu hebben een soort dip. Dan heb je 2 maanden de tijd om het echt helemaal strak te organiseren voor het najaar. Ja. Gaan we dat gewoon dan in het najaar meemaken? Ja, zeker. We kijken er naar uit. Dan, de begroting die staat echt onder druk uiteraard. Weer even helemaal naar begin van dit jaar. Toen zat namelijk op 26 januari, zat Klaas Knot, de grote bankenbaas, die zat bij Buitenhof. Laten we eerst beginnen met vrolijk nieuws in de tijden van nu. De Nederlandse economie op een schaal van 1 tot 10. Hoe staan we ervoor? Welk punt geeft u? Nou, dan toch wel bijna een 9 op dit moment. Pardon, uit uw mond, een 9? Ja. Serieus? 3,2% werkloosheid. De binnenlandse groeidynamiek is buitengewoon sterk. Beter dan dit kan het eigenlijk niet. Nee. Ja, opvallende uitspraken toen van de baas van de Nederlandse Bank. Stonden we er echt met z'n allen zo goed voor aan het begin van het jaar? Ja. Ja? Echt heel veel geld was er. Ja, was er, hè, zeg ik. Was er, inderdaad. We gingen af op een, geloof ik, overschot van 9 miljard euro. Ja, dus ook verschillende ministers die waren bezig met hun pretpakketten. Ja, die verkiezingscampagnecommissies, dat is helemaal... Ja, dat kon helemaal losgaan. Ja. Ja. En toen liep het net even wat anders. Ja, want toen was inderdaad dus weer, waren we nog weer even een stapje terug, hè, nadat inderdaad de wereld dichtging. Kort daarna kwam toen Hoekstra inderdaad met de eerste steunpakketten. We als land tussen de 45 en 65 miljard denken te moeten lenen alleen al voor dit kwartaal. En als het nodig is, dan gaan we aan die 3 maanden nog een keer 3 maanden vastplakken. Ja, en zo nodig nog een fase. Alleen, ja, als die crisis maar lang genoeg duurt, dan gaat dat natuurlijk niet alleen heel veel geld kosten ten aanzien van dat pakket. Maar dan zal ook de economie gewoon hele forse klappen oplopen. Ja, nou, dus dat blijkt allemaal redelijk te kloppen. Want de Rekenkamer die heeft gisteren dat laten weten dat nu via 136 verschillende regelingen 42,9 miljard al is uitgegeven. Vraag die ik in ieder geval toen veel hoorde, toen dit eigenlijk op deze manier begon. Waarom kan er nu opeens, kunnen er miljarden worden uitgegeven? Ja, vooral zoveel. Omdat het eenmalig is. Hè? Het is niet structureel. Dus waar zeker aan het begin op werd gehoopt, is dat we een V-vormige recessie zouden krijgen. Dus dat die even naar beneden ging en dat we dus door maar investeren van de overheid daarna gewoon weer verder konden. En dat duurde allemaal wat langer, dus toen kreeg iedereen al het idee, het wordt in plaats van zo omhoog, gaan we langzaam zo omhoog. En dat is nog steeds een beetje de vraag, hoe kan de economie zich straks herstellen? En de staatsschuld, et cetera, dat vindt het kabinet op dit moment niet zo'n probleem. En ze schuiven eigenlijk nu alles voor zich uit. De Hoekstra zei
In dat fragment net dat we een steunpakket van 3 maanden en misschien daarna nog eens 3 maanden en misschien daarna nog wat. We hebben nu 1 gezien van 3 maanden, 1 van 4 die tot 1 oktober loopt. En het idee voor daarna is toch wel dat het dan echt wel moeilijker wordt voor het kabinet om weer zo'n groot steunpakket te geven. En dat er dan heel veel gerichter gekeken moet gaan worden wat geld gaat krijgen. Ja, maar vandaag heb ik het debat over de voorjaarsnota gevolgd. Hier iemand ook nog gevolgd. Dat was een heel merkwaardig debat. Hè? We steven af op een begrotingstekort van 68 miljard euro. Dat is echt gigantisch. Als je bedenkt dat we van 9 miljard in de plus was het uitgangspunt dit jaar. En toch, als je dat debat beluisterde, er heerst nog niet echt een crisisgevoel. Er zijn natuurlijk een aantal mensen, omdat waarschijnlijk, mijn verklaring is, er zijn natuurlijk wel wat mensen werkloos geraakt, maar nog niet zo massaal. Dat gaat... Als de voorspellingen uitkomen, ik hoop het niet in het najaar gebeuren. Dus ik vind het heel opmerkelijk. En het verlies bij tijdelijke baantjes natuurlijk. Hè? En het is inderdaad iedereen de hoop dat we er weer snel uit zijn. Maar als je ziet hoeveel geld er wordt uitgegeven, hoe de economie gaat krimpen, dat is bizar. Maar toch was het een vrij tam debat en werd er wel gesproken over investeren. Maar echt het crisisgevoel heerst nog, denk ik, ook niet in de politiek, maar ook nog niet in de samenleving, omdat nog te weinig mensen echt geraakt zijn. En omdat ze dus ook niet echt weten hoe groot de crisis echt gaat worden. Omdat de hele wereld natuurlijk in hetzelfde schuitje zat of zit. En de vraag is straks, hoe kunnen we toch weer opstarten? En het valt ook heel erg op dat Rutte, eerst de Hoekstra, maar ook Rutte afgelopen vrijdag weer, gewoon blijft herhalen, we gaan met Prinsjesdag sowieso niet bezuinigen. Dus volgend jaar blijft ons uitgavenpatroon hetzelfde. En dat is zeker met de verkiezingen in aantocht is het natuurlijk wel opvallend. Want eigenlijk betekent dat het hele probleem gewoon op het bordje van het volgende kabinet komt. Nou ja, dat is wel een sneeuwschuiver, toch? Ja, dus normaal heb je verkiezingen en dan worden problemen in de 3-4 maanden voor verkiezingen niet meer opgelost. Maar allemaal. Dus dan zou in de winter nu de sneeuwschuiver gaan rijden tot na de verkiezingen. Maar die is nu al aan de rijden. Nee, maar de sneeuwschuiver, het is wat er gaat misschien echt wel een keer bezuinigd worden. Maar als je teruggaat naar de vorige crisis, 2008 hadden we de financiële crisis. Toen is het kabinet ook niet gelijk gaan bezuinigen. Hebben ze ook gewoon de WW, hebben ze die sluizen opengezet. Alleen toen kreeg je na de financiële crisis, kreeg je de eurocrisis. En we gingen van crisis in crisis. En pas in 2012, waar het eerste kabinet Rutte overviel, dat was het moment dat ze dachten, ja, nu gaat het niet meer langer. Nou moeten we gaan bezuinigen, want we kunnen niet 4 jaar lang achter elkaar dat geld blijven uitgeven. Dus als we inderdaad hier snel uitkomen, dan is dat verhaal van niet bezuinigen is in die zin geloofwaardig. Want dan verdien je het, hè, dan kan je, begin je het weer met terugverdienen. De vorige keer zijn we pas gaan bezuinigen, omdat het bleef maar doorgaan. En er lagen toen heel veel wensen voor hervormingen. Ja, en zo werkt het in de politiek. Op het moment dat het slecht gaat, kan je beter impopulaire maatregelen nemen dan als het goed gaat. En die wensen lagen er en dat kwam toen samen in dat politieke punt. En toen hebben we natuurlijk het kabinet Rutte 2 gehad, wat flinke maatregelen heeft. Ja, maar dus het is inderdaad nu al duidelijk, want zo hobbelen we vanzelf over de zomer heen richting de verkiezingen. Maar wordt dan dus voor de verkiezingsstrijd, wie gaat het minst of het meest bezuinigen? Nee, dus niet. Wie gaat het meest slimst investeren? Slimst investeren. Ja, maar we kunnen er nu toch niet aan ontkomen dat het voor de aankomende jaren dat er al bezuinigd gaat worden? Ja, dat natuurlijk wel. Nou ja, er zijn er partijen die zullen in hun programma echt al duidelijk gaan maken dat zij vinden dat het een hele andere kant op moet. Dus dat de herstart van de economie na corona er gewoon anders uit moet gaan zien. Nee, de politieke agenda die we hadden. Je kent die uitspraak van Gert-Jan Segers, die had hij weer geloof ik van iemand anders, dat deze crisis is een contactvloeistof en maakt alle problemen zichtbaar. Maar het komt erop neer dat alle thema's die al speelden voor de verkiezingen, woningmarkt, dus de flexwerk, nou, dat hebben we gezien, dat was al een probleem, dat wilden ze gaan aanpakken. En nu hebben we gezien, van ja, in zo'n crisis, wie waren gelijk de bokkies? Dat waren de ZZP'ers en niet dat ze iets minder gingen verdienen, maar gewoon gelijk op nul zaten. Dus al die problemen is zichtbaar geworden dat je daar echt iets aan moet doen. Dus die urgentie om die problemen aan te pakken is groter geworden. En nou, niemand die gaat zeggen van we gaan het flink bezuinigen. Misschien dat een partij zegt, nou gaan we dan wel een onderzeeër aanschaffen? Zoiets. Dat is maar echt zo van, nou, we gaan dus. Je kan je toch ook niet voorstellen dat de publieke sector die is op een sokkel gezet.
geen politieke partij kan nu meer zeggen, ja, we hebben toch best wel veel uitgegeven in de crisis, we gaan dus bezuinigen op de zorg. Daar gaat veel geld naartoe. Dat kan je natuurlijk gewoon, dat willen politieke partijen dat op dit moment niet. En het is ook gewoon onverkoopbaar geworden. Dat vind ik politiek interessant, dat de recepten waar bezuinigingspartijen als VVD en CDA op teruggrijpen vaak in tijden, is bezuinigen op de publieke sector. Maar eigenlijk hebben we ontdekt dat de publieke sector ontzettend belangrijk is. En die herwaardering die was er al voor de crisis en die is nu alleen nog maar groter geworden. Ja, en het rare is eigenlijk ook, hè, dat je nu achter de schermen hoort dat het kabinet met Prinsjesdag bijvoorbeeld echt nog wel met een investeringsplan wil komen. Hè. Het Wopke Wiebesfonds. Het Wopke Wiebesfonds of het investeringsfonds. Een paar dingen die dit kabinet belangrijk vindt. Juist investeren om zo sterk er weer uit te gaan komen. En dat dit kabinet toch echt nog wel wat doet. Want verder zijn echt hele grote problemen eigenlijk, zoals het klimaatakkoord, het stikstofprobleem, nu deze economische toestand. Dat allemaal ligt dat al op het bordje van het volgende kabinet. En dat wordt natuurlijk weer een vreselijk ingewikkelde formatie volgend jaar. Ja, als we dan nog heel even naar Prinsjesdag verder kijken, wat zal daar dan... Eigenlijk wat net ja, nee, maar precies. Maar hebben ze nu de aankomende maanden, normaal zijn ze dan lekker in de zomer bezig op financiën en zo. Ja, nou ja, dat waar zijn ze te nu beginnen? Ook om te kijken vooral hoe groot het probleem is. Ja, en het pakket, gaan ze dus deze zomer in de gaten houden van wat moeten we dus inderdaad, komt er een derde pakket of komt er geen groot pakket meer, alleen een paar sectoren krijgen die hulp. Ja. Welke sectoren kiezen we om langduriger te ondersteunen? Maar als je al die stukken leest... Cultuur. Jij wordt ook genoemd. Dat is wel, dat vind ik wel fascinerend. Dat maak je anders nooit mee. We zijn natuurlijk een land van planbureaus. En die hebben allemaal modellen en die kunnen ver vooruit kijken. Als je nu zo'n voorjaarsnota leest en die toevoeging die ze dan vrijdag op de post deden. Dat is gewoon één grote tekst waar staat, we weten eigenlijk niet hoe het gaat lopen. Dus de onzekerheid is ontzettend groot. Het kan nog negatiever, het kan meevallen. Bepaalde sectoren kan het heel goed gaan, maar bij anderen heel slecht. Ja. Maar we weten het gewoon niet. Ook afhankelijk van hoe het virus zich ontwikkelt. Komt er een vaccin, ja of nee? Wat gebeurt er in het buitenland? Dus in principe een tijd voor idealen. Hè, ja. Wat leuk is als je op weg gaat naar verkiezingen. Ja. Een tijd voor idealen. Wat we altijd iedere politieke show al dat doen, dan zeggen we altijd, oh ja, en de Brexit komt er ook nog aan. Ja, nee. Ja, dat kan ook nog een effect hebben. Ja. Maar even kijken hoor. Laten we die niet vergeten. Want gisteren stond, even kijken, kan ik doorklikken? Ja, precies, kijk eens. Dit was toch wel een beetje dat meer dan 100 gemeentes, die hebben ze wel even bij het torentje aangebeld met, het is bij ons wel echt hard aan het opraken. Ja, morgen komen ze geloof ik ook naar Den Haag om te protesteren. Ja, dit is dus wel inderdaad... Dat mag. Zeker. Dit is de nuance die ik maak op niet bezuinigen. Ja, nu komt hij. Ja, nu komt hij wel. Nee, dat is een goed punt. De gemeentes hebben al wat geld gekregen. En ze zijn nu weer in het gesprek met het kabinet. En er komt compensatie, omdat het natuurlijk allemaal toeristenbelasting, parkeergelden, al dat soort dingen storten in. En ze maken ook extra kosten. Maar ik verwacht niet dat het 100% gaat worden. Dus het kan best zijn dat dus toch weer de lokale bibliotheek, het zwembad, jeugdzorg, dus dat gemeentes wel gaan bezuinigen. En dat raakt natuurlijk wel heel veel mensen. Of dat inderdaad de lokale lasten enorm omhoog gaan. En dan krijgen we weer te maken met lastenverzwaring. Kijk, het Rijk jij ervaart natuurlijk bezuinigingen. Lastenverzwaring zijn geen bezuinigingen. Nee, maar ik bedoel, Hoekstra kan wel zeggen, ik ga niet bezuinigen. En Rutte, dan bedoelen ze alles wat ze hier over de Rijksbegroting gaat. Maar als jouw gemeente minder geld krijgt van het Rijk, omdat ze tekort komen, dan gaan zij wel op de cultuursector in jouw stad of dorp bezuinigen. Of op het zwembad en bibliotheek. En dan denk je als burger, hoezo wordt er niet bezuinigd? Want dan zie je dus wel allemaal dingen in je woonomgeving, zie je minder worden. Onkruid groeit, dat soort dingen. Wordt niet meer opgeruimd. Nee, dat is ook heftig. Ja. Dan maken we even het afsluitende ding. Dus is dan toch de verkiezingen. Oké, dit is opiniepanel. Eén vandaag. Peiling. Zijn inderdaad, één vandaag peiling van eergisteren. Ja. Gijs Rademaker.
Dat grote gele ding, dat, ja, dat is Rutte. Dat is die Rutte. Valt bijna inderdaad van de grafiek af. Ja, Rutte is een soort, ja, maar die is al groot. Ik bedoel, er staat, je noemt het goed dat je zegt Rutte, maar dat is eigenlijk dus de VVD. Maar inmiddels is groter als merk kan ze, dan zijn partij geworden. Maar goed, dat probleem... En Rutte dat, die zei altijd dat hij in de zomer ging nadenken of hij nog een keer voor het lijsttrekkerschap wilde opgaan. En dan na de zomer dat zou bekendmaken. Ja. Maar inmiddels heeft hij al gezegd dat hij dat misschien wat later gaat doen. Misschien zelfs wel eind november, begin december... Op een moment dat je al helemaal niet meer een andere lijsttrekker naar voren zou kunnen schuiven, denk ik. Dus alles wijst erop dat hij gewoon doorgaat. Ja, ja, en iedereen wil het ook. Ook Dijkhoff die wil het ook. Ja. Henk en Henk zitten hier nog niet in deze peiling. Oeh. Nee. Ja, dus kijk, er kunnen partijen zijn die zich rijk rekenen, maar die fusie die is nog niet gepeld. Okay. Nee, ja. Hey, want is het, wat is er verder wat er opvallend aan is dat de coalitie weer een meerderheid heeft. En dat komt doordat de VVD / Rutte ontzettend hoog staat. Maar dat komt ook omdat dus in deze peiling D66 kregen 4 zetels bij en het CDA 2 door de aandacht van de lijsttrekkersverkiezingen of in ieder geval nieuwe leidersgedoe. En dat heeft dus ervoor gezorgd dat de coalitie weer op 78 zetels staat. Nou, dat was een hele lange tijd geleden. Nee, en het ziet er ook inderdaad uit, wat Xander zei het net al, maar gewoon een soort hele lange formatie. Ja, nou kijk, eigenlijk nu er zijn natuurlijk heel veel partijen die, of mensen die zeggen, oh, Rutte heeft de verkiezingen al gewonnen en de VVD gaat dan alles bepalen. Bij de VVD draaien ze het om. En dat, als dit de uitslag zou worden, nou ja, dan gaat de VVD natuurlijk regeren. Maar als jij dan als junior partner, want dan ben je per definitie met dit verschil, gaat meeregeren, dan trek je natuurlijk in die onderhandelingen. De VVD heeft mensen nodig, dus iedereen gaat achteroverleunen. Dus de VVD gaat waarschijnlijk inhoudelijk ontzettend inleveren. Dus krijg je dus de paradox dat je heel groot bent en dat je denkt, wij zijn machtig. Maar om al die kleine partijen bij je te houden, moet je juist heel veel concessies gaan doen. Dus dat is de angst in de VVD. Maar dat is de afgelopen partij... 10 jaar al heel vaak. De grootste partij kan altijd maar 1 dag feest vieren. Ja. En wat hier ook, wat lang natuurlijk Forum en PVV hebben heel lang volgehouden, dat wilden ze ook, dat ze dus niet complementair waren. In de zin van, wij onze kiezers die zijn andere groepen. Ja. Nou, dat blijkt dus nu toch echt wel definitief verleden tijd te zijn. Maar dus wat er bij de PVV is bijgekomen, is bijna gewoon bij Forum eraf. En dat is echt een verschil in... En in deze peiling ook wel interessant dat de PvdA deed een tijd heel goed, stonden wat hoger dan nu, maar die verliezen veel aan D66, aan de mogelijk nieuwe lijsttrekker Kaag. Die vissen lijken toch wel een beetje in dezelfde vijver te vissen. Ja, is nog even een paar uit. Kunnen we nog een voorspelling doen over het CDA? Wordt het gewoon de jongen? Wij zijn heel goed in voorspellen. Ja. Tenminste, ik iets beter dan Joost. Okay. Dat blijkt in de podcast altijd. Hugo de Jonge in de tweede ronde, hem, denk ik. Belangrijk voor hem. Ja. Jij wil de eerste ronde. Ja, Hugo de Jonge gaat in 1 ronde winnen. Ja? In 1 keer. Ja, hij moet dan 51% van de stemmen halen. En als hij dat niet haalt, dan komt er een tweede ronde met de nummers 1 en 2. Spannend. En dat is voorlopig Pieter. En uiteindelijk denk ik, Pieter Omtzigt, zijn kandidatuur was natuurlijk super verrassend. Maar ja, binnen het CDA, bij rond de Jonge vooral, wordt toch ook wel ingeschat dat Omtzigt bij heel veel leden geliefd is als Kamerlid, maar niet vanwege zijn leiderscapaciteit. Ja, precies. Oké, en dan is Kaag, zou zij echt goed zijn voor deze tijd? Dat er vooral weinig... Nou ja, wat bedoel je daarmee? Weinig internationale grote belangrijke dingen? Ze zou misschien... Nou, dat me dunkt. We kunnen niet... Steek je hoofd Brexit. Over de dijk uit. Ja, wij zijn de dijk, maar kijk er zo overheen. Er is nogal wat onzekerheid binnen de internationale verbanden, waar wij veel afhankelijk zijn van de Amerikanen, bijvoorbeeld. En er zijn weer verkiezingen in november. Ja. En Nederland zal dus echt wel bijvoorbeeld ook de eigen defensie, et cetera, meer op orde moeten gaan krijgen. Dus Kaag, de hele logische D66, mevrouw. Voor D66 lijkt het me een logische lijsttrekker. En een lijsttrekker, interessante kandidaat om in het veld van tegenstanders best een rol te kunnen gaan spelen. Ja. Maar natuurlijk bij lange na niet D66 de grootste partij maken, denk ik. Voorspelling, weer een voorspelling. Ja. Okay. Ja, en er is natuurlijk bij een groot gedeelte van het electoraat, meer bij het progressieve gedeelte, daar is Rutte nu wel geliefd om zijn corona-aanpak, maar... Hij straalt niet uit in moreel leiderschap, vinden ze in die kringen. Nou, en daar appelleert Kaag natuurlijk enorm aan.
Ja, dus er is daar wel behoefte is aan iemand die... haar concurrent natuurlijk. Ja. Misschien nog wel even kort. Ja, want de Partij van de Arbeid zit dan nu toch al een tijd in de oppositie. Dat gebeurt vrij weinig. En de SP ook. Klaver, ja, wat is er met die partijen? Gaat daar nog iets mee gebeuren? Laten we daar iets... Ja, dat is wel boeiend. Die hebben natuurlijk het momentum bij de vorige verkiezingen gehad. En die flow die ze toen te pakken hadden, die hebben ze niet meer. Die golf hebben ze nooit meer weten te vinden. En de vraag is natuurlijk, weet Klaver weer iets in beweging te krijgen komend jaar? Want ja, anders dan haal ik dit natuurlijk 13 zetels. Dat is voor GroenLinks historisch gezien een perfecte uitslag. Ja. Maar het idee van GroenLinks is, ja, we hebben er nu 14 en we gaan. Weet je, die dacht dan 20, 30, die wilde. Ja, hij wilde. Maar voor die drie oppositiepartijen waren het natuurlijk ook gewoon moeilijke maanden politiek gezien. Want die wilden niet, zoals de rechtse oppositie, Rutte keihard aanvallen. Of het beleid van het kabinet, bij wijze van spreken, ondermijnen. Ja. Dus die moesten gewoon een beetje de stilte opzoeken. En dat levert nooit veel stemmen op. Nee, ja, maar hij wil wel Nederland weer veranderen, hè, zei hij, op het Digitaal Partijcongres. Ja, er zijn inmiddels 15 partijen die dat willen. Ja, maar dan hoor je Jesse Klaver zeggen, we moeten ons groen uit de crisis investeren. Maar dat zegt Wiebes ook. Dus die verschillen, wordt ook ingewikkeld. Die agenda... Dan is het maar wie je gelooft. Ja. Dus ja, of iets als de KLM, daar zie je dat dan de GroenLinks nu... op dat soort dingen kunnen ze nu wat meer gas geven. En een geluid laten horen. Maar het is best ingewikkeld voor de oppositie. Omdat ze ook gewoon wel vinden van dat het kabinet het goed heeft gedaan. Wel met al die omstandigheden die we hier besproken hebben. Maar zij durven niet te zeggen, ik had het beter gedaan. Want ze weten ook hoe onzeker het was en hoe ingewikkeld het was. En dat het ook heel raar overkomt om dan er nu in één keer te doen dat als jij aan de knop had gezeten, dat het zoveel beter was gegaan. Ja, oké. Okay. Moeten we nog iets anders bespreken over de verkiezingen? Dus nee, die komen volgend jaar in maart. Die komen volgend jaar en het zal gewoon vooral vanaf september helemaal losgaan en het zal alleen maar... Nou ja, ik denk dat we krijgen natuurlijk Prinsjesdag, dat is direct na de zomer. En daarna zou het best wel eens een paar maandjes iets rustiger kunnen worden als het virus ook rustig blijft. Ja, maar de verkiezingsstrijd komt de Treffenzaal in, hè? Straks zitten daar dus drie lijsttrekkers in die Treffenzaal. Die dus voorheen zaten ze er ook, maar hadden ze die functie nog niet. Dus Kaag, dat wordt toch anders bekeken. Dat zie je nu in die discussie over het ontwikkelingsgeld. Dan is dat niet alleen de minister van Ontwikkelingssamenwerking die wil dat dat budget op orde blijft, omdat het meekrimpt met het nationaal inkomen. Maar dat is nu in één keer de D66-leider. Dan komt er toch meer schijnwerpers op te staan, meer prestige, want dat moet ze dan binnenhalen. En de jongen in hetzelfde. En Hugo de Jonge precies hetzelfde. Dus dat kan wel een interessante dynamiek geven. Ja. Maar eerst is het inderdaad bijna zomervakantie. We gaan voor de mensen thuis daar. Dus afsluiten even met een filmpje. En misschien zijn er nog vragen in de zaal. Die dan gewoon dat iemand moet gaan staan en zacht moet praten. Dat gaan we gewoon meemaken. maar eerst even nog wat vakantietips van Rutte. Dag. Oh, nou ja, dit is eigenlijk iets anders. Dit dan. Oh.